Verzetsmuseum. In 1984 is het Verzetsmuseum Amsterdam opgericht. Aanvankelijk was het gevestigd in een door Abraham Elsass in 1935 ontworpen synagoge aan de Lekstraat. Sinds 1 mei 1999 is het museum gevestigd in gebouw Planxius aan de plantage Kerklaan 61 tegenover de hoofdingang van Artis. In de nabije omtrek van het museum is in 1943 een aanslag op het bevolkingsregister van Amsterdam gepleegd en is de Hollandse Schouwburg gevestigd. Het Verzetsmuseum Amsterdam heeft permanente en wisselende exposities, authentieke voorwerpen, foto's en documenten, film- en geluidsfragmenten vertellen de geschiedenis van mensen in oorlogstijd. Vraag: wat is de bedoeling van het Verzetsmuseum en wat wordt geëxposeerd?